Ik ben Mieke Sampers, ik kom uit Venlo en ik woon in Warmond en ik heb 25 jaar mijn atelier. Ik maak objecten en doeken en schilderijen. Ja, ik vind het een beetje moeilijk om dat nu uit te leggen. Mijn werk gaat over oorlog en vrede. En doordat ik een gedicht heb gelezen van John McRae, dat gaat over de klaproos. Dat is het symbool geworden van de Eerste Wereldoorlog, de rode klaproos. En de witte klaproos is symbool geworden naar aanleiding van een ruzie die dus ontstond van die vrouwen die dus een soort dolomina's waren in Engeland. Dus we hebben de rode klaproos en de witte klaproos als symbool genomen van de vrede en van de oorlog. Ik ga het jubileum vieren samen met El Chabon en we hebben een expositie. Zij maakt prachtig keramiek, dus een hele mooie combinatie met mijn werk. Ik doe samen met Mieke haar 25-jarige jubileumexpositie. Ik ben ontzettend vereerd dat ze me daarvoor heeft gevraagd en met name omdat onze werken elkaar heel goed aanvullen. Ik maak keramische kunst, vazen, schalen, beeldjes, van alles en nog wat eigenlijk. De link tussen mijn werk en van Mieke is bij deze expositie de klaproos, de witte en de rode klaproos. Ik ben sinds een aantal jaren kunstenaar. Ik ben voor corona begonnen met een cursus van Clara Sitting hier in het dorp. En daarna heb ik mij grotendeels verder zelf ontwikkeld. Ik heb zin in deze expositie, omdat ik de eerste keer samen met een kunstenaar exposeer. En dat ons werk en mijn werk met name voor de eerste keer eigenlijk aan een groter publiek wordt tentoongesteld.